Week 6 met Nadine. Oké, ik wil even wat weten, Nadine. Want ik heb vernomen, als je bij de Bid bent geweest, of naar de Bid toe gaat, en je gaat in het Topaas varen, maar aan het einde van het seizoen kan je ze ook zelf meenemen. Is dat zo? Of zoiets. Hoe dat precies zit met die boten, dat ga ik even checken bij Eric. Gaan we even naar het kantoortje. Hij hangt nog even een schilderijtje op. Nadine, ik kwam net Nadine tegen. Ja. En ik vroeg aan Nadine iets over die Topazen. Als jij nou niet genoeg van die boot kan krijgen, dan is er een oplossing. Zeker. Leg eens uit, Erwin. Hoe werkt dat? Nou, we hebben dit jaar allemaal nieuwe Topazen. En Topaz Race X ook. En volgend jaar krijgen we weer allemaal nieuwe. En deze Topazen, die kunnen wij verkopen. Of die gaan weer ergens anders heen. Dus als je het heel leuk vindt, zo'n boot, dan is het te koop. Stel dat je er eentje wil hebben, of je wil eentje mee naar huis nemen. Bel ons even aan het einde van het seizoen, rond september. Of stuur een mailtje naar info@debeert. En dan leggen wij uit hoe het werkt. Ja. Het voordeel van die boot is, je kunt hem heel makkelijk op het dak leggen, op de auto. Je kunt hem overal meenemen, je kunt hem in de tuin leggen. Je hebt bijna eigenlijk geen trailer nodig. Dat is ideaal. En ze zeilen heel goed. Belangrijk. Alright, thank you. Hoi. Box. Yo. Box. Grijp graag handjes van mij. Oh, niet zoveel. Dat kan ik. Een euro. Wat gul. Een euro. Wat gul van je. Alsjeblieft. Hey Max. Box. Sorry man, voor die tik van Lewis. Ja! Ik heb de allerleukste cursus van het hele eiland. Het zijn Luxemburgs. Beetje brutaal. Dus luister niet. Hallo! Hallo! I got a question for you. Go ahead. Wat hangt er bij jou thuis aan de waslijn? Bos! Gang gang! Madness! Madness! Alright, thank you for the joke. This is coming into the vlog. Let's go! Yeah! Oké, okay, dames en heren, ik zie hier toch twee vrolijke cursisten. Moet je even kijken wie dit zijn. Hallo! Wie maakt hier het grapje? Nee, Jan zei dat jij de camera was en dat we even leuk moeten zitten. Even professioneel. Hij is professioneel. Dames en heren, we gaan even een professionele move doen. Kijk, de ene zit aan bakboord in de hangband. De bemanning aan stuurboord. Trek de fok uit. Zonder wind, maar hier gaan we toch harder dan ik. Kijk. Nice. En nou overstag zeker? Of hoe doen jullie dat? Ah, hij draait wel toch? Netjes. Ook, en ook nog even wisselen van plek. Kan je niet gewoon blijven zitten? Nee. Waarom niet? De bestuurder moet aan de andere kant van het zeil. De bestuurder moet aan de andere kant van het zeil. Ah, oké. Okay. Dus het zeil staat nu links en dan zit jij rechts. Ja, en de zij doet het gewicht. Dus als dit heel erg omhoog gaat, gaat ze ook aan de kant. Heb ik weer wat geleerd? Ja! Goed bezig, dames. Ja. Daniel, hoi. Hallo. Een hele goede middag. Ja, we hebben een nieuw atletiek onderdeel vandaag bedacht. Ja. Want het waaide niet zo hard, dus zijn we met nieuwe dingen gekomen. En, vandaag hebben we niet discus werpen, maar dit is limonade werpen. En hij is tot nu toe het verste gekomen. Mik jij hem zo in die laser daar? Ja, pas op hè. Oh. Dat is heel gevaarlijk. Oké, okay, dan wel daar. Smooth. Nummer 1 hè, number 1. Het lijkt inderdaad een beetje op dat discuswerpen. Ja, ja, klopt. Ik zag gisteren een hele leuke video van de discuswerpen. Heb je die gezien? Die heb ik niet gezien. De power of magic. Kijk! De vibes! Oh nee, dat is geen vibe. Dat is de race, dames en heren, waar we het al over hadden net. En dat is de vibe. Oh, waar was die andere? Ik had er gisteren nog even gezien. Ja, die dames wilden liever in de Topaz race. Dus dat zijn zij? Ja, die zagen hun vriendinnen en die dachten... Ze wouden niet viben, maar ze wouden racen. Ja. Ah. Nou ja, vandaag wordt er alleen niet zo hard geraced. Hoe zit dat? Ja, geen idee, man. De wind gewoon. Ze hebben geen zin in. Kijk, dames en heren, de race. Hoe hard waait het nu, Daniel? Vijf knopen? Zes? Ja, vijf knopen. En deze gaat nog best wel al vooruit. Klopt. Hein, let op. 8 pk, pak deze. Hij had een foutje gemaakt gisteravond. Hij had het verkeerde Dodemanscore gepakt. Dus vandaag moest even duidelijk worden welke die wel moest pakken. Hein. Ik had gewoon haast. Het ging allemaal zo snel. Ja. 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 Nu kan je niet meer vergeten. Hij zit hier aan vast, kan niet meer los. Hij valt wel echt door. Ja. We lopen een hele stukje door. Iedereen ziet het. Lekker. Iedereen lacht. Top. Hi. Topaz race. Nice. Nog een Topaz race. Hi. Hallo, wie gaat? Kijk, dames en heren. Topaz race. Mooi. En de vibe. Hallo. De vibe goed? Ja, we kunnen niet echt gebruiken.
Je hebt een zeebaar, een bad eendje achter je boot. Ja, dat is een heet. Reeks van Jun. Hij heet Henk. 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 Henkie. Henkie. What's up, guys? Hey. Kan je huizen strijken? Ja. 3, 2, 1, actie! Snel omhoog gaan, hartstikke. En de volgende. Oké, even. Ja, heel goed. Oh, er gaat een petje. Daar gaat het ook lekker. Loop iets achter. Dan wordt even snel een piekenval vastgelegd. En dan gaat de klauwval vast en nu de kaarlijn. Snel staat. Nog één knoop. Kom op, Max. En... ja! Oké, eerste plaats voor jullie met 1 minuut 40. Tweede plaats voor jullie met 2 minuut 13. De derde plaats was voor jullie met 2 minuut 30. Persoonlijk record. En jullie hebben... PR'tje. Lekker. 2 minuut 44. Ja. Best netjes. Best netjes. Applausje voor jezelf. Hey! Hey! Wop! En toen was ik opeens bij Quinten en Valerie. Hallo! Hey Quinten, mooi weer hè? Ja. Ik denk dat het een Jaanse spiegel kan zijn en dan daar gewoon best wel prima wind. Ja, kijk, daar waait het niet hè? Nee. In ieder geval ligt precies stil en die ligt in dat stukje waar geen wind is. Ja. Ja. Nou, ik denk dat het vooral te maken heeft, Quinten, met de lucht hè? Ja. Het is hier daar is het open en hier is het donker en dan langs dat randje, ja, daar stopt de wind. Is dat zo? Ben je aan het kijken en weet je alles van weer? Hoe werkt dit? Hoe zit dat? Waarom is daar geen wind en hier wel? Laat even weten in de comments. Nee, de andere. Dankjewel! Oh, wat lekker. Bedankt. Doe maar. Lekker. Lekker, hè? Ja, deze is klaar voor de disco. Dat komt wel goed. Doe nog even een ander jasje aan. Haartjes in de gel en dan... Goed zo, de groep helemaal los. Klaar voor de disco. Detail later. Hey, jongens, mazzel. Zeg maar doei, doei. Doei. Even snel de vlog afsluiten. Dus Lotte die zat in de vibe. Dit was hem dan. Ja. 1 minuut 15. De snelste tijd bij het hijsstrijken hier voor 3. Dat is wel mokersnel trouwens, hè? Dat is wel snel hoor. Kun jij dat 1 minuut 15 heen? Nou, ik doe het liever in 2. Shoutout naar Jan, Laura en Timo. Ik zie jullie volgende week. Vergeet niet te abonneren als je nog iets wil weten of als je iets wil zeggen. Laat een reactie achter. Later. Doei. Shout-out to? Jill. Bonnet, yeah. Jill, shout-out to you. Thanks for watching. Like and subscribe. I'll see you next week. Peace. Bye. Bye.